Ik wil vanaf 1 keer die zijn steven verslaan. Al moet ik druppen op blote voeten gaan. Ik wil nog 1 keer die zijn steven verslaan. Ik wil nog 1 keer die zijn steven verslaan. Welkom bij een nieuwe aflevering Al Motte Kruppen. Ook deze week heeft er weer iemand 220 treden naar boven gelopen om hier met mij te praten over Nijmegen en wat ze bindt aan deze stad. Wat is er nou toch zo mooi aan Nijmegen? Mijn gast deze week, Teddy Vrijmoed. Welkom op de Sint-Steven. Dank je. Ben je al eerder geweest? Nee. Niet? Nee. Eerste keer? Ja. Wat is je eerste indruk? Ja, gaaf. Weet je, het is een beetje... Ik ben in Parijs nooit op de Eiffeltoren geweest en in Rotterdam nooit op de Euromast. En ik heb wel eens een paar keer aanbiedingen gekregen. Mensen, oh, ga je mee de Stevenstoren? Nee, ik woon hier. Weet je, dus dan ga je niet dan de Stevenstoren op. Ja, dat idee. En dan denk ik, jeetje, wat zonde. Wat heb ik een hoop gemist. Dat is mooi, echt gaaf. Ja. Ja. Ja, het is heel bijzonder om hier voor de eerste keer te zijn. Ja. Hey, wat doet het met je zo? Het maakt je klein. Het maakt je als mens klein. Als je zo om je heen kijkt en de stad ziet. En waar we allemaal zo druk mee zijn. En waar we ons druk om maken. En dan kijk je er van boven op en denk je, wat is dat eigenlijk nietig. En het is wel heel, ja, weet je, het is heel mooi weer. Het is een waanzinnig mooi uitzicht. Maar ik ook wel een beetje trots dat je hier mag staan en dat je hier mag wonen en werken. Goed, hè? Ja. Ben je hier geboren? Nee. Waar kom je vandaan eigenlijk? Uit Rotterdam. Uit Rotterdam? Ja. En wanneer ben je deze kant op gekomen? Nou, mijn vader ging toen in Arnhem werken. Met een tussenstop in Breda zijn we hierheen gekomen, naar Groesbeek. En ik denk 8, 9 jaar of zoiets. En daar heb ik eigenlijk gewoon tot aan mijn middelbare schooltijd. En toen dacht ik, ja, maar nou is het goed. Dat was in de tijd dat de markt nog op de Eienmarkt stond en wij parkeerden op plein 44. Ja, dat. Maar toen dacht ik van, nu ga ik naar Amsterdam, want dat was natuurlijk de grote stad en ik ging studeren. Ik denk, daar ga ik heen. Dus ik had een kamer op de Prinsengracht. En toen werd ik in Nijmegen geplaatst. Ik ging Engels studeren. Drama. Dat vond ik niet tof. Maar ik heb daar ontzettend veel geluk mee gehad. Want ik had het misschien in Amsterdam ook geweldig gehad. Maar ik weet in ieder geval zeker dat mijn studietijd in Nijmegen is gewoon een fantastische tijd geweest. Ik heb de stad ook weer op een andere manier leren kennen. Over welke periode praten we dan? Rond eind jaren 80. En ben hier ook gaan werken bij de Stoof. Gewerkt. In die tijd natuurlijk een van de bekendste cafés in Nijmegen. Ja, ja. Dat was het allerbekendste café van Nijmegen. Ja. De Stoof. Ja, dus ook het nachtleven goed geproefd in die tijd. En nooit meer weggekomen. Want jij bent door je werk bij de Stoof SVH leermeester geworden? Ja. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Wat goed. Kun je kort uitleggen wat dat precies is? Nou ja, Ton en Mieke Lenten, de eigenaren van de Stoof, die vonden het heel belangrijk dat iedereen buiten gewoon zijn werk ook een stuk opleiding deed. En ook wat over het vak wist. En het hoogste wat je in die tijd kon doen was leermeester worden. En dan wist je dus, ik wil niet zeggen alles, maar veel over bier en over wijn en over water, over vruchtensappen, over koffies. Hoe je het moet schenken, hoe je het moest bewaren, hoe het het lekkerste was. En hoe je moest voorkomen dat je te veel dronk. Van de alcoholische dranken dan in dit geval. Dus dat was wel heel gaaf. We hebben toen een opleiding gedaan in het westen van het land. En Ed Nijpels heeft toen nog de medailles uitgereikt. Ik heb hem nog ergens in een mooi doosje liggen. Dat is mooi. Geweldig, ja, heel goed. Ja. Toen kwam jij al in aanraking met die Vierdaagse natuurlijk. Ja, ja. Je hebt wel even een uitstapje gemaakt, je hebt een eigen horecabedrijf gehad. Ja, we kwamen van de Stoof. Dus de tijd natuurlijk de werkloosheid heel hoog was. We hadden geen zin om thuis te gaan zitten, dus we zijn een eigen café begonnen. Waar? In Nijmegen-Oost, vlakbij Café Jos.
veel ook van dat café geleerd, van Martin toen ook geleerd. En 5 fantastische jaren daar gehad. Met, ja, weet je, alles en iedereen uit zo'n omgeving. Het zaalvoetbalteam, de filosofenclub, de theatermensen, de bewoners uit de buurt. Alles komt op zo'n plek. En dat mengt zich. En je leert daar zoveel van wat mensen je vertellen. En van wat ze je toevertrouwen. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, hey, nu kom ik in een soort wederkerigheid. En nou lijkt het net of de geschiedenis zich gaat herhalen. Nou, dan ga je achter de oren krabbelen van, moet ik hier blijven of wat anders gaan doen? En dan ga je vanuit de horeca, kom je ineens in de evenementenbranche. Ja. Zo kun je het uitleggen. Dan word je baas van de VVV. Nou, ja, ik niet hoor. Ik mocht daar gaan werken. Nou ja. En ik deed van alles nog wat. Ja. Dus ik mocht ondersteunen bij Vierdaagse feesten. Dus net in de tijd dat Van Zomerfeesten officieel Vierdaagse feesten ging heten. Ze waren toen ook echt aan het zoeken van hoe moet het nu verder. De mannen van toen hadden het groot gemaakt en waren op de zoektocht van en nu? Ja. Het wordt groter, dat groter. Was Geert Groningen en ja, Geleenders. Nou, die mensen die het groot hebben gemaakt. Maar ik deed ook nog dingen voor het dagje uit. Dus er kwamen groepen en dan plande ik een dagtocht in de Millingenwaard. En ik deed dingen voor het congresbureau. En, dus het zat van alles en nog wat door elkaar heen. Wanneer ben je precies Vierdaagse feesten baas geworden? Dat is, oh, en dan zeggen ze altijd dat ik erom lieg, want ik doe het altijd langer dan ik denk. 6 jaar, 7 jaar terug, zoiets. Toen was het officieel, want voor mijn gevoel ben je er al zoveel langer een soort van overkoepelende directrice. Ja, dat klinkt ook alsof ik op een dameschool zit. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Nee. Maar voor mijn gevoel ben je er echt al zoveel langer in ja, alles. Ja, ik ben sinds 2001 bij de VVV komen werken. En op een gegeven moment wel projectmanager heette het toen geworden. En toen deed ik altijd wel alles in de binnenstad. Dus het indelen, ik weet echt wel waar de putten en de opstapjes van de binnenstad zitten. Als ik jou vraag waar de krachtstroom zit op de Grote Markt, dan weet je. Ja, en dan weet ik nog net ook hoeveel aansluitingen er zijn. En ik heb ook geleerd van mannen die daar rondliepen, hoe je dat dan weer kan verdelen in vermogens. Maar het echte directeurschap is er nu 7 jaar. En weet je, het is wel een... Het is bijna het gaafste werk wat ik kan bedenken. Het is ook heel lastig. Ik denk ook wel eens, en nu? Ik moet geen last worden voor mijn omgeving. De feesten moeten zich ook kunnen blijven ontwikkelen. Ja. Het is een heel mooi evenement waar Nijmegen heel veel aan kan hebben. Maar waar je ook rekening moet houden met anderen. Want hoe is dat om jaar in, jaar uit... Ja, geconfronteerd worden met het feit dat je het mooiste feest van Europa organiseert. Want dat is wel zo, dat pakt alleen maar prijzen natuurlijk. Ja, hoe is dat? Weet je, het is... Of merk ik dat zelf niet eens? Jawel, want weet je, op het moment dat wij aan het werk zijn, zit altijd in mijn achterhoofd dat het is niet van ons. Het is een erfenis die je hebt gekregen van andere mensen die het groot hebben gemaakt. En je mag het organiseren, omdat andere mensen vragen of je dat wil doen. Dus je doet het altijd voor anderen. Je doet het nooit voor jezelf. Dus je doet het voor de bezoekers die komen, voor de ondernemers die een winst moeten maken, voor het regionale bedrijfsleven die daar de medewerkers naartoe heeft en soms ook partner of sponsor wordt. Maar je doet het ook voor de bewoners. Soms zijn bewoners bezoekers, maar soms zijn het ook mensen die je moet proberen om de overlast te beperken. Nou, en dat gegeven dat je iets mag doen voor die anderen, daar moet je volgens mij heel zuinig op zijn. En daar ben ik dan ook wel heel trots op dat dat mag. Wat is de belangrijkste stap die jij met de Vierdaagse Feesten gemaakt hebt? Ik denk, kijk, het evenement is ieder jaar weer anders. Gelukkig ook hoor, want het zou ook niet goed zijn als je een draaiboek uit de kast haalt en hetzelfde doet als vorig jaar. Maar ik denk wat wel heel mooi is dat wij steeds meer mensen gebruik kunnen laten maken van het evenement. En dat is een gedachtegang die je probeert je omgeving te versterken. Je probeert ook een steentje bij te dragen. Misschien mogen we zelfs wel onze omgeving een stukje mooier, een stukje
leuker en gezonder maken. En niet alleen in die ene week, maar het hele jaar door een beetje bouwen. En ik denk dat dat wel een hele bijzondere stap is. En het afgelopen half jaar, we samen met bestuur, Walt Hamer is onze bestuursvoorzitter, die hebben het nu weer mogelijk gemaakt om die stap ook weer te vertalen. Want daar kan je wel bedenken en voelen met elkaar, en dan, maar hoe gaan we dat nou delen? En wat je merkt, en het komende jaar is dat ook zo, dat er mensen voelen dat en maken er ook gebruik van. Dus er zijn zoveel aanmeldingen van organisaties en verenigingen en gewoon mensen, bezoekers, studenten uit de stad die zeggen, we hebben wat leuks, mogen we dat bij jullie doen? Mogen we dat doen, ja. Ja, dat is gaaf. Nou, dan ligt maar vast een tipje van de sluier op. Wat is er het komend jaar nieuw? Dan mag ik nog niet alles vertellen. Nee, ik vertel je... Een heel klein dingetje. Ja, nee, ik vertel je wel meer. We gaan een heel mooi plein inrichten, samen met Credible, op het Kelvingsbos. En dan gaan we hele leuke dingen doen, laten zien. Spannende dingen doen, samen met partners. Het Joris Iversplein wordt weer ingenomen. Er komen 30 microbrouwerijen die daar allemaal... Een prachtige verbinding van de Ramblas voor het station naar het Kronenburgerpark, naar het Joris Iversplein, via de Smaakmarkt, naar het Stadseiland. Dus je hebt ook weer een heel mooi rondje. Mag voor mij beginnen. Ja, hè? Ja, ja. Ja, met dit weer, ja, want dan voelt dat ook weer, zo. Dan krijg je wel een beetje... Ja. Nou, achter jou, zeg maar, hebben we vorige week een geul gegraven. Kunnen we er wat mee? Ja, dan vraag je aan mij in die week. Is dat leuk voor die week of is het te ver weg? Nee, ik vind het prachtig. Ja, weet je, het Vierdaagse feest hoeft ook niet alleen maar te gaan over de drukte. De drukte is heel mooi en de ondernemers hebben er ook hele mooie dingen mee gedaan de afgelopen jaren. Maar er zijn ook plekken waar je kan genieten. En ik denk dat die balans, ja, daar past zo'n eiland natuurlijk prachtig mooi in. Dus het vuurwerk wat er wordt afgestoken, festival op het eiland wat daar ook weer plaatsvindt. En tegelijkertijd realiseer je, er wonen ook weer mensen. Dus ook daar moeten we die balans vinden, ja, dat het binnen het passende blijft, laat ik het zomaar even zeggen. Kan het nog groter eigenlijk? Of zeg je nou, we moeten er wel een beetje gaan uitkijken? Nou, moet het groter? Grootser mag wel. En daar weet je, ik voel me Nijmegenaar, omdat ik al zo lang hier betrokken ben. Ja, en daar ligt ook mijn hart, maar er zit ook een stemmetje wel eens in mijn hoofd die zegt, maar we moeten wel vertellen dat Nijmegen heel mooi is, dat het een stad is die je wil zien, dat het echt de moeite waard is. En af en toe zijn we zo bescheiden hier. En dat denk ik, dat met Vierdaagse feesten kunnen wij wel in de rest van Nederland vertellen hoe mooi het hier is. En dat bedoel ik met grootser. Dus ik heb wel ook binnen de organisatie met bestuur gezegd van er mag best in dat westen van het land dat ze weten wat hier gebeurt. En dat ze ook willen komen. We hoeven niet meer bezoekers te trekken. We hebben volgend jaar, Nijmegen Green Capital, hebben we ook een afspraak om te zorgen dat er wereldwijd evenementen hierheen komen. Om met elkaar te delen, hoe doen we dat nou eigenlijk? En hoe gaan we dat in de toekomst samen doen? Dus het wordt wel grootser. En dat zie je ook wel in die balans van de programmering. Het zijn niet alleen maar 38 podia, maar er zitten allemaal verrassende elementen met eten en theater en spellen en games en kidsloops en... Ga 4 dagen yoga lessen geven. Dat is ook gaaf. Ik kan niet wachten. Ja, en zelfs deze toren wordt gebruikt. We gaan weer upsilen, heb ik begrepen. Ja. 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 Nou, jij niet, hè? Nee, ik niet. Ik heb hoogtevrees. Ik vind dit al heel stoer. Ik durf heel erg niet naar beneden te kijken. Ik vind het echt heel stoer dat je hier was. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik heb zo'n cadeautje voor je. De laatste woorden zijn altijd voor mijn gast. En dan zeg ik altijd Nijmegen is. Fantastisch. Ja, niks meer aan toe te voegen. Nee. Deze heb ik voor je. Ach, wat leuk! Ach. Van Jan. Ja. Ja. Vind je hem mooi? Ja, vind ik heel mooi. Nou, helemaal goed. Oh, die komt op kantoor. Goed zo. Dankjewel. Helemaal goed. Graag gedaan. Heel fijn. Ja, ik wil zeggen, geniet van het uitzicht, maar je durft niet naar beneden te kijken. Dus ik vind het heel stoer dat je hier was. Nogmaals, dankjewel. Dankjewel.